Gewapende verdachte gaat hier er vandoor. Hij gaat rennen voor de derde meneer. Hij gaat vallen. Man die nog wordt gezocht. Trevor Phillips is weer op vrije voeten, want die heb ik al eens aangehouden. Maar ik moet hem nu weer gaan aanhouden. Dus dat gaan wij zeker doen. En dat is zijn voertuig. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LS Beautiful Amor. En vandaag ga ik kapot met Daisy, arrestatieteam. Ja, in deze Audi Q7, super dik ding, gemaakt door Rowan Wastline. Helaas met geen Nederlandse kentekens, want die zaten er niet bij. En hij kon het niet fixen, zoiets. Dus ja, boeiend. Dit is hem. Voor de rest zit er ook helemaal niks op eigenlijk. Maar ja, meer heb je niet nodig, zullen we maar zeggen. In de sneeuw, ja, je ziet heel erg, hè. Normaal heb je dat niet zo. Als je gas geeft en gas los, dan staat hij denk ik opeens stil. Dat komt door die sneeuw. We zijn met z'n tweeën. Daarbij heb ik een schild en heeft mijn collega een vuurwapen, een pistool. En daar gaat een Volvo en die gaat weer iemand aanrijden. Dus bam, oh, nee, rijdt door zijn, mooi. En daar gaat nog een Volvo. En voor de rest heb ik nog zware wapens. Ik heb alleen mijn MP5 vergeten, maar dan doen we dat vandaag even niet met de MP5. Want ik heb de HK416 of zoiets, ik weet niet hoe dat ding heet. We gaan eens luisteren wat allemaal in het gebied te doen is. We've got a hit and run. Rijdt alsjeblieft prio 1. Dat is ook niet echt een gevaarlijke verdachte waarvan je zegt moet je aanhouden. Dat is verhoord. Oké. Okay. Ja, die zie ik wel. Een gewapende verdachte gaat hier er vandoor. Ik ga mij klem zetten. Als die Volvo hem niet al flink te pakken heeft. Dan ga je even toch mooi langs. Ik weet niet waarom de Volvo's dat hebben. Ook hier zat er nog in. Want de Volvo XC90 en XC60 heeft het niet. Uitstappen! 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 Uitstappen nu! Hand omhoog! Kom op, hé! Luisteren! Hand omhoog, wapen laten vallen! Als je wapen in je handen hebt zitten zien, had hij wel, ik weet niet. Kijk, knieën en liggen, heel goed. Collega, denk aan de vuurlijnen. Collega, ja, clear, oké. Okay. Vlag te aanraden. Oké, okay, ga met mij mee. Ik ben niet de verplichtingsberechter, maar advocaat. En verder. Ik gooi je mond houden. Well, Dios mio. U niet wilt luisteren, krijg ik ook wel 20. Zitten. Oké. Okay. That's something new. Smol velden houden. Noodhulp lost het hier op. Oh, een boom. Die zag ik wel, maar ik reageerde daar dan niet op. Ik heb hem niet gefouilleerd. Is wel handig. Het is wel belangrijk, dadelijk had hij explosief en zijn we nu dood. Zo. Nou, zullen we dat dan maar eens doen? Even zelf naar binnen brengen. Meekomen. Kom, hallo. Meekomen. Je meelopen of ga ik je nu heel hard slaan? Hij is hier nog of niet? Goed. Je weet het, hè? Te maken met Daisy.
Allereerst ga ik jou hier neerzetten. Ik ga je fouilleren. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Geen vuurwapen aangetroffen, waarschijnlijk in de auto dan. Oh, 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 wat doe ik? Nee, stop, cancel. Nou, oké, dan neem ik meteen een drugstest af. Misschien per ongeluk. Thanks. Dankjewel, zegt hij ook nog. Zo vriendelijk moeten we. Dat zei mijn... I hope we don't have any more budget cuts. I think that's a good idea. Goed, ik ga je in een cel zetten. En dan zoek je het maar uit. Pas als ik mijn... als ik de boeien afdoe... Pas als ik eruit ben, dan ga je bewegen, ja? Want wolle, ik zweer, ik tees je. Fuck that shit! I think I'm gonna buy the retirement place now and rent. Interest rates are low, low, low. Oké, verdachte ingesloten en wij staan weer op luisteren. En mijn collega, die is weg, voor altijd. Oké. Die loopt hier waarschijnlijk wel ergens rond. Waarschijnlijk loopt hij daar binnen nog rond. Maar dat maakt niet uit. Dan doen we gewoon een bodycardspanning. En dan... Span. Stapt hij in. Dan geven we nog even een taak. Look at player and assign to all. En dan stapt hij in. En dan blijft hij zitten. Verkeerde knop. Nee, ook verkeerde knop. Ja, goeie. Nee, niet goeie knop. Nu wel. 12.01, dat is 12 geleden. Ik vind hem ook. Oh, voor een drive-by attack. Zijn leuk. En die gaan we nu de snelweg op. Dus dat is niet leuk. Of die zit al op de snelweg. Zo, nee, hij gaat de snelweg af. Oké, blauw gaat uit. Hij komt mij hier namelijk... We gaan hem even in de gaten houden. Als goed is, rijdt hij daar. Wat gaat hij doen? Hij gaat met de snelweg op. Dat was niet zo handig. Die bus die denkt ook, dat krijg je niet meer. Links is vrij. Gaat hier wat de snelweg af. Gaat links af. Vrij, rechts is vrij. 12.01, dat is 12.01 over. 1, Lincoln 18. Approach with caution. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, jij ook. Handen omhoog. Beide. Op knieën. Jij ook. Op knieën. Op knieën. Kom op. Op knieën. Het zal geschoten worden. Bij elke verdachte beweging. Oké, jij gaat liggen, helemaal goed. Jullie zijn aangehouden. Alle twee. Ter zake verdenking drive-by attack. Aan, aanval met een verboden wapen, als dat een iets is. Oké, dankjewel. Eén verdachte aangehouden, de andere is gedespawned en het staat er ook door een mogelijke crash. Dus LSPD Val zou crashen als ze nu niet de melding verwijderen. En deze mevrouw die zat er wel nog bij. Stop maar met je kut toeter. Heb je dingen bij die bij mag hebben? Oké, ik ga je laten wegbrengen en dan zijn wij gewoon inzetten. Eén collega vraagt om uw assistentie. Dat is verhoord. Wat is mijn collega nu weer? Dat zij ook gecrashed of wat? Dat is heel LSP Duval gewoon. Nee. Oké, we gaan nog eens luisteren. Persoon met een mes, midden op straat. Laten we hem gewoon even aannemen. Het zou een gekkie zijn. Even flink tekeer gaan. Oeh, groot mes. Politie, laat vallen dat mes. Laat vallen. Hij gaat rennen voor de derde meneer zeker. Laat vallen. Getaste, dacht ik getaste.
Laat vallen, laat vallen. Hij wilde op mijn collega afrennen. Hoe hij bleef van staan. Baas. Hij werd getezen en bleef van staan. Moet je ben aangehouden. Ga naar een bureau. En hij is verder iemand. Nogmaals, hè, voor de mensen die dat niet altijd doorhebben. Ik pak bij de TSI en de AT via dezelfde. Of ja, ja, AT is wel TSI, maar TSI is niet altijd AT. Pak ik gewoon van alles wat. Een beetje wat gevaarlijk kan zijn. 2000, dan ben je... Huh? Dan ben je minder... Ja, 25, 1, 2000... Oh, ben je... Oké, helemaal goed. Ik pak gewoon van alles wat. En ik weet dat de meeste meldingen die ik nu heb aangenomen helemaal niet voor de DSI zijn. Maar dat maakt niet uit. Damn it. Zitten. We zijn er best met 3. Melding van een persoon die op straat zit te schieten. Hoor nog niks. Oh shit. Pak je fucking. Wapen laten vallen. Oké, ze zien we niet veel. Laten vallen. Staan blijven. Waar ben je? Hier komen politie, ik ben aangehouden. Staan blijven, wapen laten vallen. Vallen. Vallen nu. Laten vallen. Ook het vuur toepassen. Naderen. Wapen pakken, veilig stellen. Wapens bergen. Verdachte geneutraliseerd. Goed werk, Pik. Nog een beetje niks. Dat lijkt schouw. Of we begraven hem. Hoi. Nou. Damn. Damn. Succes voor mij. Het schild laten we hier achter als souvenir voor iemand. Stap in, stap in. Even kijken wat we hebben. Ja, hij moet er zeker aan hebben. Melding onze grootste bekende en dan weliswaar man die nog wordt gezocht. Trevor Phillips is weer op vrije voeten, want die heb ik al eens aangehouden. Maar ik moet hem nu weer gaan aanhouden, dus dat gaan wij zeker doen. En dat is zijn voertuig. Allemaal uitstappen, handen omhoog, ze zijn allemaal aangehouden, politie. Uitstappen. Eruit komen, handen omhoog. Oké, verdachte gaat er vandoor. Meldkamer, vervolging, Trevor Phillips. Gaat er vandoor met zijn pick-up. Nee, stap nou in. Snel, 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 stap in, ik rij. Even gas geven hier. Verdachte richt wat op ons. Is niet te zien wat. Of iemand richt wat op ons. Betreft een rode pick-up, banden zijn kapot, twee man nog bij Trevor Phillips. Trevor Phillips is zelf ook al gespot, personen in de pick-up, of één persoon achterin richt iets op ons. Nogmaals, onbekend wat dit was.
Ja, het is glad. Dus jullie doorhebben. En aan mijn stuurmanoeuvres zien. Schoten los, schoten los. Verdachte achterin. Neergeschoten is uit het voertuig. Eenheden deze kant op om hem hier te arresteren. Wij willen het verder hebben. Moeilijke keuze dat vertelt. Ze is opeens uitgestapt. We gaan nu achter onze verdachte aan die we moeten hebben, want de collega's rijden langs. Dat is feit. Hij komt terug. Hij komt niet terug. Hoge snelheden met kapotte banden, gladheid, het gaat niet goed. Hij richt ook iets op ons. Dat is zijn middelvinger. Afstand houden hier dus. In de spin. Uitstappen. Staan blijven. Stoppen, handen omhoog. Zet de voet te voet. Collega's komen van de andere zijde. Denk aan de vuurlijnen zo meteen. Staan blijven, Trevor. Liggen. Liggen. Op knieën. Hij ook. Ja, Trevor is inmiddels aangehouden en dat was net buiten beeld gebeurd. Laat nou net de bodycam ja, vol zijn. We maken er wat van. De game stopte ermee. Dus ik wil eigenlijk wel een melkje pakken. En dat laat... 12.01.13, 12.01.13. Dat is een leuke melk, denk ik. Een golfkantje achtervolgen, maar niet voor de DSI. Dat is net niet. Dikke drift. En nog eens luisteren wat er voor de rest allemaal hier is. Attention all units, we've got a suspicious person in the Spooky Canal. Unit, hebben we wist activity hier zo. Oh ja. Ik zou het vuur meteen toepassen, doen de collega's ook al. De collega's hebben al controle. Collega, laat het maar. Wij zijn erover. Oké. Hij is overleden. Goed werk, normaal gesproken. Maar ik wilde hem natuurlijk. Ah, oké. Toppie. Dan doen we nog maandje. Ik was mijn klok vergeten. Weapons. Combat. Zo. Moet je natuurlijk wel hebben. En we gaan nog eens maaltijd het luisteren wat hier om te doen. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Citizens reporting a suspicious vehicle in Puerto del Sol. Units respond code 2. We've got a serious NVA, Cypress Splat. Geet u alsjeblieft prio 2. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert in Chamberlain Hill for narcotics in transit. Meerdere, ik weet niet of één in een voertuig, namelijk een Prius. En die worden zo vervoerd. Vervoer. Dus die zegt, handen omhoog. Knieën en liggen dan maar. En zwijgen. Okay. Laag houden. Kijk eens, een drugspakketje. Putting all this work in, and I ain't saying no room. Messed up. Okay. I do comply. Let's rock. Zitten. Heel goed. Collega beschermen. Of in ieder geval houden in de gaten dat niemand anders hier hem eruit valt te halen.
autootje. Afslepen en ik ga de nul inhouden, want we moeten naar zijn rechtszaak. Dus dat doen we nu. Oké, en dan gaan we eens luisteren wat hij gaat krijgen. Dangerous driving, ja oké, okay. 20 jaar netjes. Ik ben benieuwd of ik nog iets heb gemist. Ah, nee. Alles hebben te pakken. Ja, dat was niet moeilijk, want ze zetten hem meteen klem. Hij had geen, kon geen kant op. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een leuke video voor me. Ik zie jullie graag over 2 dagen. Of weet ik veel, over een paar dagen bij een nieuwe video. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.